En we beginnen met onze gezondheidszorg, want gisteren hebben we de kant van minister Amar Ramadine gehoord, die in is gegaan op de ziekenhuizen en voornamelijk het AZP, de bond daar, want er zijn verscherpte acties aangekondigd door de Algemene Bond van Personeel in Dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. En de minister is dus voor aanvang van de Raad van Ministers ingegaan. Het gaat om prestatietoelagen van juli 2023 en november van het vorig jaar die dus uitbetaald moeten worden. De minister geeft van zijn kant een uiteenzetting aan en is het dus niet eens met de bond. Hoe dus zij ermee omgaan en dat de bond is overgaan tot het voeren van acties. We gaan toch even terug naar de Raad van Ministers gisteren op het bordes van de vicepresident. Als verwezen wordt naar een document, en in dat document stond ook 6 maanden voor die toelage, terwijl wij hebben besloten dat het gaat gelden onbeperkt voorlopig. Dus we verwijzen naar een document, meneer Pool verwijst naar een document, waarin staat maart, maar er staat ook 1100 en 1600. Maar hij zegt niet van, oké, nu is het 2500, dan moet u me ook die 1100 en 1600 geven. En hij praat ook niet over die 6 maanden, want waarom heeft hij dat geld nog na die 6 maanden geaccepteerd voor zijn personeel? We hebben hem uitgelegd, het wat in het document staat, wordt gedeeltelijk nageleefd. Het kan gedeeltelijk worden nageleefd, of u moet het volledig naleven. Als u zegt maar, dat betekent dat ik de gelden terug moet vorderen bij u. Want u hebt die 2500 geaccepteerd. En laten we wezen, we moeten ook kijken naar het totaal algemeen belang van de zorg. Die 2500 betekent juist een verbetering voor het zorgpersoneel. Ik heb het uitgelegd, het is redelijk dus en billig dat u dus ook meegaat als we vragen van dan gaan we die maart niet meer betalen tot april, omdat de tarieven ook anders zijn, et cetera. Er was geen gehoor, er was geen begrip voor dat standpunt. Er wordt sec verwezen naar een document waarvan geëist wordt dat het per maart moet zijn. Deze zaak is ook bij de rechter besproken en de rechter heeft partijen terugverwezen naar de tafel, onderhandelingstafel, om daarover te praten. De bond die vindt dat er achterstallige gelden zijn, dat is niet het geval. Laten ze u precies vertellen hoe het is. Er is 6 maanden non-stop betaald en in december zijn er, zoals u weet, ook andere afspraken gemaakt tussen de vakbeweging, vakcentrales en de regering. En daarmee is er dus nu ook, wordt er ook uitvoering aan gegeven. Overigens worden de breindrain toelagen, et cetera, nu gewoon maandelijks wel betaald. Dus de prestatietoelagen, dus de vraag is, na deze uitleg van 2 uur hebben wij het beroep gedaan, zowel de directeur als het ministerie, op meneer Pool, gaat u AUV beleggen. En we rekenen erop dat u in ieder geval niet verscherpt, maar we kunnen u wel toezegging doen dat deze week nog de prestatietoelagen. Dus weet hoe u het ook overbrengt naar het personeel. Ik weet niet wat er op de ALV is gezegd en gebeurd, maar frappant kregen wij de brief van morgen dat het besluit van de ALV is om de acties te verscherpen. Aangezien de minister gezegd zou hebben dat de minister gezegd zou hebben dat het personeel te veel geld gehad zou hebben. Dat hebben we niet gezegd. Dat hebben we niet gezegd. We hebben gezegd, precies zoals de feiten liggen, zegt u het precies zo aan de mensen. Maar wat er nu is gebeurd, de actie is verscherpt. Wat inhoudt dat er geen dispensatie is verleend meer aan het beddenhuis. Dat betekent dat alle patiënten die opgenomen zijn op dit moment, de klinische zorg niet gegarandeerd is in het AZP. Nou, u mag het weten, als het goed is heb ik de brief net ontvangen van de directeur van, ik heb het al, de brief van mevrouw Redan. U kunt ook de directeur van Redan spreken. Er is een brief gestuurd naar meneer Pool, waarbij duidelijk aangegeven is dat we het betreuren, aangezien we volledig hebben uitgelegd in die meeting gisteren. En we hebben ook aangegeven dat een dringend beroep wordt gedaan om binnen 1 uur de dispensatie voor het beddenhuis wederom in te stellen. En als gevolg van de intrekking zijn voor de dispensatie zijn voor rekening van het bestuur van APLAS. En de instructie die wij hebben gegeven aan de directie van AZP is dat als die dispensatie niet wordt ingetrokken, er een kort geding ingediend moet worden tegen het bestuur van ABLA. Ja, aan de zijde van dus, het ministerie en de directie wordt aangegeven dat er dus een kort geding ingediend zal worden tegen de bond of de leiding van APLAS. We hebben ook aan de lijn de voorzitter van de bond van APLAS, dat is de heer Lloyd Pool. Heer Pool, goedemorgen.
We hebben gesproken met de minister. Hij geeft onder andere aan, heer Paul, dat in feite dat er wat er wordt aangegeven in het document over de breintoelage, over de 1100 en 1600, de manier hoe de bond het eigenlijk uitlegt, dat het toch niet klopt. Geeft de minister dus aan. Oké, okay. de minister geeft natuurlijk een andere draai aan dat heel zaakje. En om de feiten liggen daar. Wij zijn dus nu bezig met dat van de blindering toelage. En in feite is het niet eens een blindering toelage. Het is de naam die de minister eraan geeft. Mm-hmm. Het is een overbruggingstoelage en een werving- en behoudstoelage. En de minister is gewoon bezig dat te verwarren met de koopkrachtversterking dat de overige landdienaren krijgen. Maar hij vergeet dat er een geschiedenis eraan is verbonden. En in feite vergeet hij het niet. Hij verwaarloost dat persoonlijk wanneer hij het in de media brengt, omdat hij gelijk wil krijgen. Dat is het probleem. Ja, heer Paul, als we kijken naar het heel proces, natuurlijk, de ministerie van zijn kant uitgelegd, met betrekking tot de 6 maanden die zijn uitgekeerd en dat er in feite afspraken waren met de bond over de uitkering hiervan. Wat heeft u nog daarop te zeggen? Dus kijk, de minister, de laatste tijd praat hij constant over een afspraak die is gemaakt van 6 maanden, dat helemaal niet op waarheid berust. En om eerlijk te zijn vind ik het jammer dat een regeringsfunctionaris zich op deze manier beweegt in de samenleving. Omdat als mens, maar meer nog als functionaris, die een topfunctie bekleedt, zowel een ongeloofwaardig moet overkomen bij het volk. En integriteit is heel belangrijk. Yeah. Kijk, bij de ziekenhuizen is het zo dat wij bezig zijn met een loonreeks voor de sector. De minister weet er alles van. De toelage is ontstaan, in feite, ik ga het in het kort zeggen, want ik denk dat we zoveel tijd hebben. Mm-hmm. Maar het is ontstaan, eigenlijk is het de bedoeling dat het een voorloper is op de loonreeks van de ziekenhuizen. Er is nooit afgesproken dat er ergens een maand zal worden overgeslagen, zoals de minister aangeeft dat jullie zou worden overgeslagen vanwege vakantiegeld. Dat is niet zo. Ja. Op een bepaald moment, toen de bonden een overeenkomst met de regering of en de directeuren van de ziekenhuizen hebben bereikt, in elk geval een onderstanding, zijn ook andere vakorganisaties opgekomen en hebben aangegeven, en dat staat nog zo pal in Starnieuws, dat zij ook hetgeen willen worden van gelijke strekking die de zorg heeft gekregen. Daarvan, daaruit is de koopkrachtversterking waarover de minister het heeft afgeleid. Dus de afspraken van de koopkrachtversterking zijn met andere bonden gemaakt na de afspraken van de overbruggingstoelage. En de koopkrachtversterking heeft een geheel ander grondslag dan dat van de overbruggingstoelage. Dus de minister verwaart die twee zaken gewoon. Ja, heer Paul, heeft u de brief ontvangen van het AZP, althans de directie, met betrekking tot het niet verder verscherpen van de acties? Ja, dat hebben we ontvangen. Ik moet u zeggen, nadat wij onze brief hebben gestuurd naar de directeur, werd ik kort daarna door haar gebeld. En, het was een interessant, een fel gesprek. Maar later op de dag, want ik werd ook gebeld, moet ik ook aangeven door de waarnemend president, omdat ook aan hem een bepaalde situatie is geschetst, die niet op waarheid berust. In elk geval is de situatie niet zo erg. Men is gewoon aan het dramatiseren. Omdat men de bond, de ablas bij deze, in kwaad daglicht wenst te zetten bij de gemeenschap. Maar ja, intussen weet de gemeenschap ook anders. Ja. Dus heer, de directeur heeft ons dus aangegeven dat ze een brief voor ons gaat sturen. En ik heb dan gezegd, oké, we verwachten de brief, we wachten op de brief. Op een bepaald moment toen de waarnemend president mij belde, die heb ik ook aangegeven. Misschien moeten we samen met de minister zitten, een keer, en de waarnemend president of wie dan ook van de regering, om de zaken goed te bekijken, want wij willen ook een oplossing. Want het is niet de bedoeling om de zieke mens steeds in gedrang te brengen. Begrijpt u? Ja. En we zijn op het veld gegaan. We hebben later op de dag ook een meeting gehad met de directeur, waarin zij ook op den duur aangaf dat zij de situatie beter begrijpt. Begrijpt u? Ja. Maar de brief hebben we ontvangen en we gaan een gepast antwoord daarop geven. Ja. Maar voor nu, hoe staat het met een dispensatie voor diverse afdelingen, heer Paul? Nou, kijk, we hebben 1 dispensatie teruggetrokken.
in de brief van hem leek dat anders, maar we hebben één dispensatie ingetrokken. En de meeste, eigenlijk hebben alle cruciale afdelingen van het ziekenhuis nog dispensaties. Ja. Heer Poel, concreet, wat verwacht de bond nu vanuit het ministerie, vanuit de directie van AZP? Wat moet er nu gebeuren volgens de bond? Wij verwachten dat op dit moment de prestatietoelage wordt gestort. Dat hebben we ook durven hier van de directeur. En dat het ministerie, de minister bij deze, toegeeft dat zij de mensen hun tegoeden moeten betalen. Dat is de overbruggingstoelage van de maand november 2023 en van de maand maart 2023. We hebben de minister ook aangegeven, we zijn wel bereid met de leden te praten als ze het dit moment niet kunnen betalen, hoe de betaling wel kan plaatsvinden. Maar wij zijn niet bereid om de mensen te gaan voorhouden dat zij geen aanspraak maken op de tegoeden, terwijl dat wel zo is. Wij gaan de mensen geen onwaarheden verklaren, toch? Ja. Dus dat is wat wij verwachten. Hoeveel leden moeten de prestatietoelage krijgen, heer Poel? Nou, het totaal personeel moet de prestatietoelage krijgen. Oké. Heer Poel, nou, ik zou zeggen hartelijk bedankt voor dit moment. En we kijken uit naar een spoedig antwoord en natuurlijk een succesvolle afronding van dit geheel. Alsjeblieft.